Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Mevrouw Dank van der Plas is een vraag van de heer Brekelmans. Even een vraag. Ik vind het allemaal leuk hoor, dat verspreiden van gezond verstand. Maar wat wil mevrouw van der Plas hier eigenlijk mee zeggen? Door dit in iedere motie te noemen. Ja, het is een leuke gimmick. Maar wat is hier de onderliggende boodschap van? Dat de overige leden geen gezond verstand hebben of dat niet normaal is? U hoeft niet zo geprikkeld te doen. Mevrouw van der Plas. Ik zeg er helemaal niks mee. Ik zeg alleen dat we verder gaan met verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. En ja, meneer Brekmans weet dat misschien niet, maar ooit een kleine anekdote als dat mag, voorzitter. Het is een vraag dus. Ja. Toen wij in de Tweede Kamer kwamen hier, toen hadden wij het plan opgevat. Want ik vind het eigenlijk namelijk heel raar om te zeggen en gaat over tot de orde van de dag. Ik ben hier namelijk gekomen om juist niet over te gaan tot de orde van de dag. Dus ik vind het een hele rare zin. Gaat over tot de orde van de dag? Hebben we allemaal problemen? Hoe gaat over tot de orde van de dag? Vind ik raar. Want dat moeten we dus juist niet doen. Dus wij hadden het plan opgevat dat wij zouden eindigen, de moties, met van en voorts gaan wij verder met verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. Naar een goed voorbeeld van de Partij van de Dieren overigens, die heel lang de moties eindigde. En voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Vonden wij wel een goeie. Zodoende hebben we dat gedaan, alleen wij mochten daar niet mee eindigen. Ja. Dat is heel heel hoop gedoe. Mijn schuld. Weet mevrouw Bergkamp nog wel, de voorzitter. Hele hoop gedoe. Oh, dat kon absoluut niet. En, dus ik heb een tijdje achterwege gelaten. En ik dacht, we beginnen weer een nieuw politiek seizoen. En ik dacht, weet je wat? Ik breng hem er weer in. Dank u wel. Dat is de reden. Dank u wel.